De journalist van de NOS die knippen plakwerk hebben gedaan. Wanneer ga je die interviewen? De wie? Nou doe je of je gek bent. En als andere mensen het vragen, dan als jij het andere mensen vraagt, dan kan het wel. De journalist dan van moeten wie? Ze, de journalist van de NOS. Hier, die is van de NOS. Nou? Zie dat, hij er is staan van de NOS. Nee, die is van SBS. Oh, ja, dat lijkt ook zoveel op elkaar tegenwoordig. Ja, staat televisie. Al dat fake nieuws tegenwoordig. Nee, maar even, ik vraag wat, wanneer ga je die interviewen? Ja, dan gaat persverlichting zien. Hè? Wanneer ga je die interviewen dan? Is dat persverlichting? Ja, ja, zeker. Kunnen we nog even met elkaar kletsen? Nee. Kan ik op jullie inzetten? Uitgenodigd, toch? Of niet? Jou heb je even de kaartjes voor de wedstrijd. Ik heb je uitgenodigd op de persconferentie. Dus we zien elkaar vanavond. We kunnen niet nu even kletsen. Heb je al ingezet? Hè? Maar wil je nou antwoord geven op mijn vraag? Sorry. Wanneer ga je bij de NOS voor de deur staan en ga je die mensen die dat knipwerk hebben veroorzaakt, die dat hebben gedaan, wanneer ga je die interviewen? Dan hebt u mooie ogen, hè? Echt helemaal goed. Geen nutte vriend, hè? Ja, mooie ogen. Hey, veel plezier, hè? Top. Nu kan je aftellen, trainer. Hey. Vanaf nu kan je aftellen. Ja, dit is mooi. Dit zijn maar roots. Naar de strand. Nou, straks naar Telstra Stadion terug. 3 jaar gevoetbald. Een hoop schaatsjes gemaakt. Heel vaak heel slecht omgeschakeld. Moest in de kist te maken. Maar ook wel legendarische wedstrijden gespeeld. Leuk. Dus, je bent gewonnen van Heerenveen. Gewonnen van Zwolle, 4-2 van Den Haag, AZ gewonnen. Geweldige voorhoede, Oostrom rechtop, De Rode, Hopie en Plug. En Plug. Ja. En ja. Nu, we stonden met de winterstop stonden we tweede geloof ik. We hadden de meeste goals gemaakt in het hele betaalde voetbal. Oostrom 16, rechtop 14, Hopie 12, De Rode 15. Plug 0. Dus. Maar wel de koning van de assist. Dus, kijk, dat is ook belangrijk. Nee, maar dit moeten we even doen. Even eten laten zakken, even relaxen. En dan gaan we straks unieke gebeurtenis. Ja, mooi. Grandioos. Dankjewel, Rietjes. Rust. Dus dat is lastig, snap je? Het moment dat je als
als trainer weet dat je vandaag een historische wedstrijd gaat spelen met een groep jongens waar je heel fijn mee werkt. Dan moet je jongens gaan teleurstellen. En dan kom je als mens en als trainer kom je in de knoop met jezelf. Zeker het moment dat je enorm loopt te twijfelen. Hoe gaan we het aanpakken? Hoe wil ik het doen? En weet je, 4 weken geleden was mijn gedachte van... Ik wil eigenlijk de groep belonen van de jongens die het langst onder mij voetballen. Zoveel mogelijk. En daar wil ik met mijn wissels ook zoveel mogelijk op inspelen. Omdat je dat als mens graag wil. Ja? Aan de andere kant wil je ook gewoon een goed resultaat neerzetten. Ja? Dus lastig. Lastig. Ja? Ook niet zo best geslapen. Mooi. De laatste keer dat ik niet zo heel goed geslapen heb, was denk ik de kampioenswedstrijd in de hoofdklasse. Beetje angst voor die wedstrijd. Achteraf denk ik wel terecht. 3 of 4-0 was kloten, geloof ik. En de nacompetitie tegen Achilles Veen te leden. Nou, nou staan we weer op zo'n historisch moment. Ja, waarbij je eigenlijk weet, wij gaan dit met z'n allen beleven, maar ik kan niet iedereen belonen vandaag. En dat doet me als mens pijn, als trainer niet. Hè. Als trainer moet ik keuzes maken, dat mag duidelijk zijn. Heerenveen, van de week alles besproken. Ja. Goed middenveld, met de Kobayashi die erin staat en die Flap die diep gaat. Ja. Als Flap in de zone komt van deze 3 jongens, wordt hij opgepakt. Ja. Verdedigend gezien, die 4 daarvoor, Jeffrey staat hier iets anders. Maar van hieruit kan Jeffrey doorstappen, Jeffrey, Tom, Achie en Nijtsel. Ja. Dat betekent in jouw geval Bassie. Kijk, waar is hij? Bassie. Misschien een teleurstelling. Aan de andere kant, overgekomen van AFC 34, leerjaar. In het begin ongelooflijk moeilijk gehad. Ook qua tempo, qua alles. En dan zie je gewoon een ontwikkeling als je een goede kopper ophaalt. En je bent bereid om te investeren een jaar lang. Hè, dat het nu zo is. Dat ik 3 dagen wakker lig. Vanwege het feit. Ga ik met Bas spelen. Ga ik met Nijtsel spelen in dit geval. Dat was voor mij de keuze. Ja? Dus dat is een compliment voor jezelf. Zet je teleurstelling. Ik mag nu even teleurstelling zetten. Kom. Ja? Ik ben normaal iemand. Ik ben niet bezig met hoe laat jullie s'nachts op je WhatsApp zijn. Ik ben niet bezig of jullie de volgende s'ochtends naar de drank stinken. Wat jullie allemaal privé doen. Interesseert me geen malle moer. Maar toevallig deze wedstrijd word ik wel met heel veel dingen geconfronteerd. Ja? Interviewtje van Nijtsel. Dat hij hoopt dat hij speelt en dat hij gaat vlammen. Interviewtje van Bas. Hè? Op de ALO. Ook mensen onder mij. Nou ja, ik heb toch wel goede hoop. Ik heb de laatste wedstrijd gespeeld. Dan zie ik een vader reageren. Die zegt, ja, ik weet niet zo zeker of Tommy speelt. Dat weet je maar nooit met deze trainer. Hè? En dat komt dan allemaal tot je. Komt dat. Hè? En dat is wat deze wedstrijd teweeg brengt. Bij mij ook als trainer. Hè? Dus in dit geval Bas. Het is voor jou een compliment dat ik 3-4 dagen wakker lig. Van, hey, weet je, aan de ene kant verdedigen. Het is beter als ik Bas opstel. Aan de andere kant, als ik ze wil pijn, als ik wil prikken, nou, dan kom ik bij jou terecht. Ja. De reden dat jij hier nu staat in deze opstelling, heb je totaal niet aan jezelf te danken. Snap je? Dat is mijn geloof in jou als voetballer. Ja? Je hebt ons tegen Emmen, ben je misschien de man van de wedstrijd geworden. Hè? Maar jij maakt een kopbal, Achie maakt ook een goal. Als Achie de penalty had genomen, had Achie man of the match geweest. Zo simpel zit het verschil. Daarna heb je niet je niveau gehad. Maar ik weet ook, donders goed, als jij een van de weinigen bent die als je zijn niveau haalt, het verschil kan maken ten opzichte van dit soort ploegen. Ja, want dat wil ik vandaag terugzien. Dus je gaat je kloteren van afwerken en je gaat laten zien dat je mijn vertrouwen waard bent. Hetzelfde geldt voor jou, Tom. Ja, bij Achie is dat nooit het probleem. Hetzelfde geldt voor jou. Ja, je kan niet aankomen, net als bij Emmen. Ja, sorry, train, één momentje. Ga maar om één moment. Vandaag gaat het om één momentje, wel of niet mee. Ja. Hetzelfde geldt voor Timmy. Ja. Timmy, als Steven de wedstrijd speelt, M uit. Daarna heb je prima staande gehouden als linksback. Ja. Tuurlijk, je hebt het moeilijk gehad tegen Eendijk uit. Tegen Lisse heb je het wat moeilijker gehad. Verdedigend gezien geef ik de voorkeur voor Matje of Jordi op die positie. In het voetballende deel. Denk ik totaal niet. Ook dat zijn het ding. Dus ook jij mag best een stuk teleurstelling hebben.
vind ik allemaal prima. Ja, ik heb jullie naar deze club gehaald om jullie te ontwikkelen, om beter te worden. En die ontwikkeling heeft jullie doorgemaakt. Ja? Nou, bij de een valt het net wel. Goed allemaal, Boerman. Ja? In het begin van de seizoen ook alleen maar met twee meedoen. Ja? Bij jou valt het nu allemaal wel goed en sta je deze wedstrijd te spelen. Nou, de andere jongens die over het algemeen spelen. Ja, daar werk ik al 3-4 jaar mee. Dus daar heb ik al ervaring mee. Ja? Vandaar, als trainer maak ik deze keus. Als mens is het soms wel zo moeilijk. Ja, dan weten jullie dat. Meestal heb ik overleg met mijn aanvoerders. Dat wilde ik dit keer ook doen, maar ik ben ermee gestopt. Want ook de aanvoerders hadden geen zin om voor deze wedstrijd deze moeilijke keuze te maken. Ja? Wat hoort over je boterbillen? Good coffee.
een bal duiken. Doe de lichamen voor duiken. Ja. Dus we houden redelijk stand. Ik vind wel dat het voetbalonderdeel te weinig heeft. Snap je wel, een paar grootste tijd en een beetje schiet maar weg die bal. Terwijl ik denk dat als je gewoon nog iets meer probeert te voetballen, en met name voorin, iets meer samenspel. Hij is op een gegeven moment onderzoek, die bal gaat van links naar rechts. Snap je? Ga gewoon recht doorlopen, man. En dan moet je gewoon in die steken. Snap je? En dan van links naar rechts en eind van het liedje, dan komt er helemaal niks uit. Nee, recht door en we kijken of de moeder van de steekbal. Hey, maar dus ik zeg, je moet diep gaan creëren, prima. Maar je moet ook aan speelbaar zijn. He, dus als je diep loopt, ben je niet aan speelbaar, dan zou je toch in één keer moeten stoppen. En als je loopt een keer buiten spel op een bal van Jeffrey, terwijl je overzicht hebt. Snap je? Gewoon even breder lopen, is dus maar 1 meter, je ziet je gozer, een beetje breder lopen, dan heb je ook die bal. Kijk als je voorin, nou achterin is het alle zeilen bij, en doen we ons best, maar in de opbouw is het niks. Ja? Maar ik denk als we eenmaal die bal voorin hebben, dan denk ik dat met iets meer samenspel, dat het best gevaarlijk kan worden. Met name het 1-1-2 bijvoorbeeld tussen Nijts en Achie, rond de 16. Nou, dat scheelt dan net niet, dat is dan net niet. Maar dan zit hier gewoon voetbalgedacht achter. Zit daar. Stand houden hier, gelijk naar rust. Ja? Nou, dan zal ik wat verse wissels inbrengen. Oké. Thank you.
Dit kan ik zelf niet op. Ja, ik heb een bom, maar ik zou het niet doen.